Ja, Robbie moet ook gewoon een keertje terugkomen om nog meer te vertellen, want ik, wow, ik denk, oh, vertel dit nog, vertel dat nog, weet je wel. Echt, joh, geweldig. En wat heel erg bijzonder is, ik wil het ook hebben over vandaag over leven uit geloof. En dat kan niet anders dan eigenlijk wat u zo mooi aan het bidden was over het woord van God. Dat we echt dankbaar mogen zijn dat God zijn woord heeft gegeven. Ook dat het woord vlees is geworden en dat het woord leeft. En dat, oh, ongelooflijk. Maar voordat ik verder ga, wil ik iets heel erg grappigs eigenlijk zeggen. En ja, toeval bestaat niet bij God. Ik zei ook tegen Robbie, eigenlijk moet je die Rus een bloemetje sturen en bedanken dat hij je leven heeft gered. Maar volgens mij, als je tegen Jiraiya stond, had je waarschijnlijk ja, gewoon gewonnen van hem. Of in ieder geval was er niks ergs gebeurd. Dus dan zie je hoe God dingen soms doet, dat we geneigd zijn om de Satan de schuld te geven. Maar eigenlijk is het gewoon een dikke gunst van God dat hij in dit geval Robbie knock-out liet gaan, zodat zijn leven is gered. Want ja, Robbie vertelde het heel nuchter, omdat hij maar kort tijd had. Maar hij was ook in een perre stadium. Hij had niet langer moeten duren, toch Robbie? Zeg ik dat goed? Klopt, zeg. Ja, dus het was echt gewoon wow. Het is er wel uitgehaald, maar het is er uitgehaald. Maar ze kon het niet helemaal verwijderen, dus het zit er nog in. Alleen door de klappen zal het niet groeien. Maar het groeit uiteindelijk wel. Een uitstekende tijd om dokter te zeggen, het kan over 3 dagen zijn. Maar het kan ook over 30 jaar zijn. Je moet gewoon geluk hebben. Ja. Gemiddeld is 15 jaar. Als het goed zitten we daarboven. Ja. Daar ga ik vanuit. En we verwachten Jezus elk moment terug. Dus we hebben een missie hier op aarde, broer. Het komt helemaal goed. Je bent echt lekker bezig. Ongelooflijk. En het grappigste van alles is, ik heb vroeger veel gekickboxd ook. En ik kon helaas niet zo goed met de stress omgaan van wedstrijden, waardoor ik niet verder ben gekomen dan C-klasse. Maar ik was wel altijd verzorger kickboxing drummen. En ja, ook veel vechten zaten erbij. Dus bijna elke weekend was ik ook wel door heel Nederland aan het reizen. En op een gegeven moment kwam er een jong jochje van Golden Glory op. En die zag er best vriendelijk uit. Dus ik denk, oh, ben wel benieuwd. Golden Glory is een hele, in die tijd vooral, de niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, de beste vechters leefden die. En ik zag Robbie dus opkomen. En ik dacht, man, een vriendelijk gezicht, maar hij vecht wel bij Golden Glory. Ik ben benieuwd. Nou, het was niet normaal wat hij liet zien. Niet alleen qua conditie, qua techniek, maar gewoon echt een complete vechter. En daarom zijn bijnaam de Rabbit ook. Hij is snel, hij is bewegelijk. Leuke vechtstijl om naar te kijken. Dus ik volgde hem heel vaak. Ja, en dan kom je binnen bij zo'n kleedkamer en dan heb je een matchmaking. Dus dan heb je een formuliertje, de rode hoek en de blauwe hoek, de gewichtklasses. En ik zag dan altijd, of altijd vaak, Robbie Hageman. En zo ben ik Robbie Hageman gaan volgen. Hij kende mij natuurlijk niet, maar ik hem wel. En dan zei ik ook tegen het trainer, oh leuk, die jongen van Golden Glory vecht ook. Nou, om een verhaal niet te lang uit te wijken, dat is misschien wel leuk hoe ik met Robbie in contact ben gekomen. Is op een gegeven moment wilde de Heer dat ik over karakter ging spreken. Maar ik zat echt even in zo'n fase dat ik echt dacht, nou, ik kan mijn leven even niet gebruiken. Soms ga je ook, hè, door groeiprocessen heen met de Heer. En dan kom je achter iets dat je denkt, oh, hier moet ik vanaf. Nou, ik zat even in zo'n periode, in een woestijntijd, dat God wel weer even bezig was met mij. Dus ik ging gewoon op YouTube. Gewoon, geen eens echt, ik ben altijd natuurlijk bezig met God. Maar geen eens per se bezig met God. Op die manier dat je echt God gaat zoeken door naar een preek te kijken of zo. Nee, ik was gewoon aan het surfen op YouTube. En uit het niets zag ik knock-out gegaan, maar toch winnaar. Robbie Hageman. Ik denk, nou, laat ik daar eens naar kijken. Ik had ook sinds kort weer het kickboksen opgepakt en zo. Dus ik kijk. En ik wist natuurlijk niet dat Robbie ook gelovig was. En ineens zie ik hem bij een kerk staan. En hij was aan het getuigen over zijn gezwel. Maar ook aan het getuigen, ja, dat God wel moest bestaan. En dat hij ook geloofde in God. En naar de kerk ging. En ja, gelovige jongen was. Ik denk, wow. Het eerste wat in me opkwam was, dit is een David. Deze man laat zien dat je met een tegenslag, met een tumor. Jonge kinderen. De derde was toen nog in de buik bij je vrouw, volgens mij, hè? Daarna komen. Ja, kort daarna, hè. En hij gaat gewoon over, nou, God is in controle. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik zie daar Gods hand op. En ik werd zo geraakt door Gods geest, dat ik dacht, nou, ik dacht het niet, ik wist gewoon, God wil dat ik over hem ga getuigen. Helemaal, omdat het natuurlijk heel bijzonder is dat zo'n ruige sport, hè, we kennen wel George Foreman en Evander Holyfield, maar allemaal Amerika. Maar ook gewoon hier, uit Nederland. Een jongen die het heel ver heeft geschopt. Over de hele wereld kennen ze Robbie. Hij wordt notabene uitgenodigd door Conor McGregor. En deze jongen getuigt gewoon over Jezus.
Nou, ik kreeg kippenvel. Ik dacht, deze jongen, die moet ook geëerd worden. Dit is om hem ja, met een Bijbels figuur te vergelijken, een David. En zo ben ik Robbie eigenlijk gaan contacteren. En is er een vriendschap uitgekomen. En ga ik wel eens naar Eindhoven, laat ik me vrijwillig in elkaar slaan. Ik doe wel mijn best hoor, ik wil hem ook, kom een dag dan maak ik meteen een foto. Maar nee, maar gewoon leuke dingen. God is goed, weet je wel. En dat is mooi. God is een God van relatie. En God wil dat we het samen doen, dat we een lichaam zijn. De ene mag het oog zijn, de andere de hand. Maar we hebben elkaar zo hard nodig. En dat zegt de Bijbel ook. Vandaag kreeg ik op mijn hart om het te hebben met elkaar over de Bijbel. Hoe kunnen wij, hè, zoals Robbie dat ook heeft gedaan, de Bijbel letterlijk niet alleen mee wandelen, maar ook nahandelen. Dus hoe kunnen we letterlijk in elke situatie Gods woord toepassen? Want het woord wil leven. En omdat het een levend water is, wil hij dat wij eigenlijk niet alleen de Bijbel zien als een boek, maar als een schrift waar we heilig jaloers door geraakt mogen worden, geïnspireerd worden. Want als we kijken naar een Gideon, toen de Engel zei dat me helpt, dan keek ik achterom. Hij dacht, ik ben een scheiterd. Ik sta hier omdat ik anders bang ben dat de Midianieten me zien. Maar nee, hij was die dappere held. En er gaan vele jaren overheen en uiteindelijk wordt hij een generaal van een heel leger. Wat bij een mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. En elk mens is geroepen om te leven met een passie voor Jezus. Of je nog het niet weet, wanneer een persoon tot levend geloof gaat komen en een relatie gaat beleven, dan gaat hij de hand van God zien op elk moment van zijn leven. En dan ga je dingen meemaken die niet toevallig kunnen zijn. Zoals dat je op je knieën bent. En zegt, God, als u bestaat, ga ik elke zondag naar de kerk. Amen. En ga zo maar door. Zo heb ik ook zoveel dingen in mijn leven mee mogen maken. Dat God, die is nog zichtbaarder geworden voor mij dan wat ik kan zien. En straks ga ik daar nog verder op uitdiepen van. Hè? De Bijbel leert ons, we leven door geloof. Niet door wat we zien. Maar dat gaat verder. Dat gaat ook over emotie. Want emoties zijn soms zo nep. Die zijn soms gewoon echt vanuit het vlees. Of misschien wel dat de tegenstander ons wil doen stoppen. Daarom bemoedigt de Bijbel ons zo. Daarom is het zo mooi om een Bijbels geloofsleven te hebben. Een van die getuigenissen die er echt pas geleden gebeurd is. Waardoor ik contact heb gekregen met Hans. En Hans heeft mij ook gecontacteerd via Messenger. Dus Messenger wordt zwaar gebruikt door de Heer. Maar wat zo grappig is, is dat een dag van tevoren werd ik gebeld door de, laat ik maar geen namen noemen, maar door een grote krant. En die maakte me helemaal lekker van, we willen jouw interview, we hebben jouw verhaal gevolgd. En het wordt heel groot. Normaal door de coronatijd doen we dat dan ook niet thuis. Maar wij willen thuis komen met een fotograaf, 2 pagina's vol, heel groot interview. Nou, ik dacht, wauw, wat vet, wat leuk. Ook omdat ik vanuit geloof leef en alles. Dus dat is ook fijn. Een beetje hè, op deze manier. Want ik wil niet mezelf promoten. Maar als God mij wil promoten, is dat fijn. Is dat goed. Dus ik was helemaal blij. Maar ja, ik ben soms een beetje een naïef persoon. En ja, dan ben ik zo enthousiast. Dus ik vertel, hey, een maat van mij, Robbie, die heeft ook laatst in deze krant gestaan. Of hij moet nog komen staan. Wie is het dan? Ik zeg gewoon zijn naam. Meer niet. En dezelfde avond word ik door dezelfde persoon gebeld. En heel, sorry, we hebben slecht nieuws. We gaan de interview niet doen. Want de jongen die je noemde, jullie verhalen lijken op elkaar. Ik werd gewoon emotioneel. Ik kon niks doen. Ik had me erop verheugd. Ik had het ook al tegen mensen gezegd. Van, nou, binnenkort deze krant verder. Ja, leuk, hou ons op de hoogte. Ja, is goed. Nou, ik was helemaal blij. Dus ik werd echt een beetje geraakt. Ik baalde ervan. En ja, ik kreeg zelfs een beetje tranen in mijn ogen. Ik baalde er echt van. Ik werd gewoon een beetje gepest. Dus ik belde Robbie ook van, wat is dit, zus en zo. We waren gewoon rustig gebleven. En Robbie ook gewoon rustig. Die zei, ja, kan dat toch? Wat gek, want ja, ik heb toch eenzelfde sport, maar verder een heel andere richting. Nou, de volgende dag, ik zit op de bank. En ik zeg, Heer, ik word gepest door die gevoelens. En ik wil niet leven vanuit gevoel. Uw woord belooft dat u gewoon wat beters voor me hebt. Ik laat er niks tussen komen. Robbie is ook een goede vriend van mij geworden. Ik gun het die jongen zo. Beter hij als ik. Ik was mezelf gewoon lekker aan bemoedigen, aan het oppeppen. En God geëerd, God geprijsd. En
ik kijk op mijn mobiel en ik zie dat ik echt, misschien wel in de tijd dat ik aan het bidden was, een messentje kreeg van Hans. En Hans zegt, ik wil je zegenen. Wat kunnen we contact krijgen? Nou, meteen een uur later of zo elkaar aan de lijn. En hij zegt, ik wil graag jouw filmpjes. Wil ik je mee zegenen door op een tv-kanaal te zetten? Nou, ik werd helemaal blij. Ik werd helemaal geraakt door God. Ik dacht, heer, ja, bijzonder. Ik dacht, wauw, dank u Jezus. Dit is toch veel vetter dan in een krant te staan. Maar gewoon, hè, je kan linkjes doorsturen naar mensen. Het is professioneler. Het is veel leuker. Ja, een krant lezen ze en daarna ja, is het ook weer vergeten. Maar dat op internet is blijven. Dus ik werd helemaal blij en geraakt. Maar ik hoefde ook, kijk weet je, ik geloof zelfs als ik wel boos was geworden of wat dan ook. God is goed, God is een vader. Maar het was fijn voor mijzelf om te zien dat ik ook een stukje mag groeien. Dat ik juist heb gehandeld. Dat ik niet toch hoefde te zeggen, ja heer, oh wat dom voor mij dat ik zus of zo heb gedaan. Want ja, ik weet ook dat hij goed was. Maar dat ik daar al van uitging. Dat ik ook, die mevrouw die mij later toch allemaal heeft afgezegd. Ik was teleurgesteld en misschien ook wel een beetje boos. Maar ik heb het niet laten merken. Omdat ik wist, ik leef vanuit geloof, zegt het woord van God. En niet vanuit gevoel. En vandaag sta ik hier. En zelfs mijn kameraad Robbie ook, zo'n zalving ook op zijn leven. Hij heeft me zo'n klein beetje verteld. Ik hoop echt dat hij nog een keertje terugkomt en meer zal zeggen. Want het is zo'n bemoedigende gast ook als je ziet wat hij allemaal ook doet in Eindhoven en met jongeren. En nou, het is gewoon ook echt een evangelist. Ik weet nog goed dat ik de vader van Robbie aan de telefoon had. En toen zei ik dat, van, nou, dat is een evangelist. Wat is een? Ik zei, nou dat is iemand, dat als je daarmee omgaat, dan wil je ook die Jezus leren kennen. Dan ga je mee naar de kerk en dan ik hoef er geen eens uit te praten. De vader van Robbie zei meteen, dat is onze Robbie. Ja, dat is een evangelist, dat ja. En hij gaat voortaan zondag naar de kerk. Ja, 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 maar dat doen evangelisten, die zijn aanstekelijk. Dus dat zei ik ook meteen aan Robbie. Bij de eerste ontmoeting. Toen dacht ik, wow, dit is een evangelist. Dit is niet alleen een vechter in het vlees, maar God gaat hem trainen om een echte vechter te worden in de geest. En dat hè, herkennen we misschien wel in de wereld. Dat wat, waar je goed in bent, waar je passie in is, is bedoeld voor de schepper. En soms als we niet leven zoals de schepper, gaat de tegenstander het gebruiken. Of je komt nooit op de plek omdat je het helemaal vanuit jezelf doet, vanuit het vlees. Maar wanneer je tot geloof komt, wanneer je gaat bidden, wanneer je in verwachting bent door de Heilige Geest, dan komt het tot uiting. En ga je daar handelen, of ik bedoel andersom, dan ga je daar wandelen en ook naar handelen. Dus ja, Robbie, maak je borst maar nat, jongen. Als jij een tweevoudig wereldkampioen bent in het vlees, moet je nagaan wat God voor plan met jou hebt. Maar zo'n training kost heel veel moeite en pijn en kracht. Dat is ook zo. God wil je helemaal louteren, want wat is zijn bedoeling? Dat we gaan leven zoals het levend woord. En wie is dat? Wat zegt Johannes? Het levend woord is Jezus. Jezus is het woord. Het woord werd vlees. Want ik geloof, hè, als wij lezen in Openbaringen dat Johannes, en naar zijn eigen zeggen, zijn lievelingsdiscipel was. Hij zegt, ik was de lievelingsdiscipel van Jezus, zegt Johannes. Maar in Patmos viel hij als dood neer toen hij Jezus in zijn volle glorie zag. Weet je wat ik geloof? Dat Jezus veel meer is als wat wij denken. Toen Jezus hier kwam, was hij net als ons. Hij had zijn rugzakje van goddelijkheid, zeg maar om het zo, met alle respect te zeggen, afgedaan. Hij was helemaal gekomen. En Hebreeën zegt het ook, om alles te ondergaan, dat wat jij en ik ondergaan hebben. Om ons voor elke zonde te, zal hij sterven. En weet je wat ik zo bijzonder vind? En dat gebeurt er, hè, wanneer je het woord gaat lezen. Dan laat God je soms iets zien wat je 20 keer niet hebt gezien. En dan laat hij je wat zien en dan zeg je, dit snap ik niet, hè. Of dit snap ik wel, hè. En zo had ik ook een ervaring met Gods woord. Jezus, vlak voordat hij stierf, toen zei hij, vader, vader, waar bent u? En toen hij dat zei, stierf hij. Als we daar eventjes gewoon even bij stilstaan, hè. Het woord zegt dat. Dat klinkt dan toch een beetje, tenminste in mijn beleving, toen ik dat ineens las. Toen kreeg ik een gebedsdrang naar God te falen. Ik dacht, hè, wacht even. Jezus die altijd zegt, ik doe alleen wat de Vader wil. Ik doe niets anders dan wat de Vader wil. Zelfs toen hij bereid was om zijn leven te geven voor de mensheid. Toen zei hij nog, als deze beker mij voorbij kan laten gaan. Alsjeblieft, Vader, laat voorbij gaan. Maar, laat uw wil geschieden in mijn leven. En op het laatste moment zegt hij, Vader, Vader, waarom heb je mij verlaten?
Maar dat is toch gek? Ik had het al 100 keer gelezen. En op een dag las ik dat. En ik zeg, Heer, u laat mij iets zien. U wilt hier vast wat vertellen tegen mij. Want alle gevoelens wat ik nu tegen jullie probeer uit te drukken, die kreeg ik ineens allemaal in mijn hoofd. Ik vond het gek. Ik vond het echt gek. Ik zou bijna zeggen, dit matcht niet. Maar soms doet God dat. Soms doet de Vader jou iets voorschotelen, zodat je gaat nadenken. Maar God wil ons zoveel zeggen, maar soms zijn dingen zo normaal dat het de ene oor ingaat en de andere oor uit. Of we staan er gewoon niet bij stil. En God liet me op dat moment, terwijl ik het echt al tientallen keer had gelezen, bij stilstaan. Ik pakte de Bijbel. Ik zei, Vader, dit is raar. Dit is gek. Dit slaat nergens op. Waarom? God sprak niet meteen. Maar God gaf me steeds meer de drang dat ik het moest weten. Ik stond ermee op, ik ging ermee naar bed. En een paar dagen later, toen kreeg ik het. En ik schreef het op. Ik had het geen eens moeten hoeven opschrijven, want het was zo duidelijk dat het gewoon de stem was van God. En het staat geschreven in mijn hart. Jezus moest alles ondergaan. En dat deed God de Vader heel veel pijn. Hij zijn zoon gaf die alles moest ondergaan voor ons. Alles. God zei tegen mij, uit mijn genade, Edward, heb ik dit verschrikkelijk iets op het allerlaatste moment gewacht. Wow. En zo leven zoveel mensen vanaf het begin, ik ook. En misschien wel mensen zelfs die tot geloof zijn, maar geen relatie hebben met God. Leven nog steeds zonder een vader. Ze weten dat God bestaat, maar waar is die dan? En ook dat is Jezus ondergaan voor ons. Maar God de Vader is zo goed dat hij dat op het allerlaatste moment heeft laten duren. Vlak voordat Jezus stierf. Ik denk dat God het nog misschien wel zwaarder had als Jezus. Dat Jezus dat zou uitspreken. Dat zo heftig voelde dat hij het uitsprak. Maar Jezus was zo lief en zo puur dat hij er niet mee doodging. Hij sprak het uit, waardoor wij weten, het staat opgeschreven dat Jezus dat heeft gezegd. Er waren zelfs mensen die niet konden geloven dat hij dat zei. Ze dachten, hij roept Elia op. Zo ongeloofwaardig was het zelfs voor de mensen die Jezus niet geloofden dat hij zei, ik spreek alleen namens de Vader. En daarom is het woord zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk, als we in de wereld een ambassadeur zien, dat hij ook een ambassadeur is. Het is natuurlijk krom. Als je een wereldse normen, een fanatieke voetbalhooligan bent, dan noem maar een club op. Hè, omdat ik in Zwolle ben, PEC Zwolle. En dat je vervolgens voor een mooi, ja, omdat PEC Zwolle geen mooi t-shirt hebt, maar Feyenoord wel, dat je dan denkt, nou, nu koop ik het Feyenoord shirt en laat dit seizoen maar zitten van PEC Zwolle. En Robbie en ik hebben het ook wel over dat PSV Umbro heeft gedaan. Dat snappen we nog steeds niet. Dat vinden we ook heel erg jammer. Maar we hebben wel allebei een Umbro-broek. We zijn wel ambassadeurs in die zin voor die voetbalclub. Hij wat fanatieker dan ik, maar je doet het wel. Ook al ben je het niet met sommige keuzes eens, omdat je loyaal bent, ja, doe je dat. Dat is een heel klein voorbeeld. Maar wij als christenen, wat een heel mooi woord is, hè, christen, hè, het Hebreeuws Messias, het woord leeft. Wij mogen ons uitverkoren noemen, gezalfde van God. Dat betekent christen zijn. Wij zijn gezalfde van God. Koningskinderen. Het woord leert ons dat mensen werden gezalfd door olie, wanneer ze apart werden gezet om koning te worden. Moet je nagaan, het woord, de symbolen, het leeft. We zijn zo'n bijzonder ambassadeurs van Jezus Christus. En hij verkondigt daarom ook, jullie zullen meer wonderen en tekenen doen. Want ik ga terug naar de Vader, maar jullie zullen blijven. Maar ik moet ook terug, want ik zal de Heilige Geest sturen. De trooster, wat ook de zalving genoemd wordt. Vele namen, vele symbolen. En het woord leeft wanneer je dat ziet. Zelfs de jaartallen. Getal 4 bijvoorbeeld, ongelooflijk, Pesach, zo mooi dat hij erover begon. Want wat ik heel bijzonder vond, was, ik was laatst ook weer aan het lezen over nadenken over het Oude Testament. Maar toen de wet kwam, toen luisterden de Israëlieten niet. Ze wilden terug, ze gingen afgod maken. Wat gebeurde er? 3000 doden. Maar wat gebeurde er bij de uitstorting van de Heilige Geest? Mensen kwamen tot geloof. Petrus ging spreken. Weet je hoeveel mensen er tot geloof kwamen? 3000. Het is toch te toevallig. Het is toch, wow, geniaal.
En wanneer we het woord lezen, laat God steeds meer zien. Zie je dat ik gelijk heb? God zegt zelfs, zweer niet, laat je ja zijn en je nee, nee. Weet je hoe moeilijk dat is voor ons mensen? Dat kan geen één mens zich aan houden. Maar dat wil Jezus ons leren. Hij wil met ons wandelen. Hij wil dat we gaan handelen naar zijn wil. En hij wil dat we gaan leven in overvloed. Zodat we nog meer van onszelf gaan houden en dan naar een ander. Ik haal allemaal een klein stukje bijbeltekst aan omdat het een overdenking is. Heb God niet boven alles en je naast als jezelf. Weet je hoeveel mensen dit gebod geloven, maar niet dit gebod leven? Want God zegt, ga heel veel ook van jezelf houden. Want anders geef je ook tekort aan een ander. Ja, maar ik moet toch mensen helpen? Ja, maar je bent zelf een burn-out en depressief. Dan weet je wat de vader dan zegt? Ga eerst even weer aan jezelf werken. Dat zal God zeggen. Daarom zegt God ook, heb mij lief boven alles. Als we God lief hebben boven alles, hij is namelijk alles behalve egoïstisch. Dus wij gaan nog meer leren. Nog betere beslissingen nemen. Beslissingen waar we misschien niet mee eens zijn, maar het toch doen. Omdat Jezus in het vlees is gekomen en ons voor heeft gedaan hoe de mens mag leven. Ik doe niets dan wat de Vader mij liet zien of liet zeggen. En daarom hebben we de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is niets anders dan de stem van God. Daarom kon Jezus de stem van God zo goed verstaan. Daarom mogen we een relatie hebben met de Heilige Geest. Het boek Benny Hinn, Goedemorgen Heilige Geest, heeft mijn leven op de kop gezet. Hij praat met de Heilige Geest, zoals je met iemand praat die je 100% vertrouwt. Als ik Jezus niet zou kennen, zou ik zelfs zeggen, nou, dat boek, die man, wie is die man? Is de, hè? Maar dat is zo mooi. Wanneer wij tot geloof komen, doet God al iets, waardoor je altijd mag weten dat jij een groot geloof hebt. 1 Korintiërs hoofdstuk 1, moet je vandaag maar eens voor de grap gaan lezen. Of voor de grap, ga maar bestuderen. Meteen in de eerste hoofdstuk, zegt God al. Ik heb het gegeven aan de mensen een dwaas verhaal. Ik wil dat ze iets dwaas gaan geloven, zodat ze gered wordt. Namelijk het kruis, de dood van Jezus. Dat staat er in hoofdstuk 1 van 1 Korintiërs. Weet je wat ik geloof? God wil laten zien hoe groot hij is. Hij wil laten zien dat als jij een moeilijkheid hebt, want dit helpt mij, hè? Ik word ook gepest. Dat ik soms denk, waar is mijn geloof? O Heer. En dan zegt God altijd tegen mij. 1 Korintiërs 1. Geloof jij dit? Ja Heer, ik geloof dat Jezus de Zoon van u is. Aan het kruis gestorven voor mijn zonden uit de dood is opgestaan. Geloof je dat, Edward? Ja, geloof dat, Heer. Zeg dan nooit dat jij geen groot geloof hebt. Want dit kan jij niet geloven. Zonder dat ik dit heb geopenbaard. Daar wil ik jullie ook mee bemoedigen. Dit helpt mij erg. Want wij worden gepest. Juist als je wilt uitstappen, word je gepest. Robbie, die wordt ook misschien al wel eens gepest. Heel veel mensen misschien nemen hem niet serieus. Of nemen hem wel serieus omdat ze dat juist denken dat dat komt. Omdat hij ja, toch een tumor heeft of noem het maar op. Maar zijn zekerheid staat vast. Zo zullen mensen altijd dingen zeggen. Zoals bij Jezus. He? Waarom zegt Jezus op een gegeven moment zo mooi in de bergreden? Wanneer er dan geroddeld wordt over jou. Wanneer je dan in elkaar geslagen wordt. Wees dan blij, want de profeten zijn je voorgegaan. Dus we mogen weten dat we een lastig leven hebben. Maar ik ben bereid. Waarom? Ik ben bereid om te leven met een missie. En dan moet je keuzes maken. Ik ben bij Team Jesus. Ik ben een soldaat van een heilig leven. Dus ik wil een goede ambassadeur zijn. Dus mijn vallen en opstaan. Maar het is wel belangrijk. Want wanneer ik val bijvoorbeeld, kan ik velen met me meetrekken. Omdat ze denken, hoe kan dat? En hoe meer jij gebruikt kan worden door God. God staat te popelen om ons te gebruiken. Maar ik geloof ook dat God een goede vader is. En jou er echt klaar voor wil maken. En niet dat jij, ja, er belabberd uitkomt. Want grote bomen gaan veel wind vangen. Als je ziet bijvoorbeeld hoeveel denominaties er zijn. He, ik noem het eigenlijk altijd, ja, voor de grap, maar eigenlijk meen ik het echt. Denominaties. En waarom? Jezus zegt in het woord. Laat iedereen zijn vader zoals wij één zijn. Johannes 17 en het hoogpriesterlijk gebed. En het is een gebed die Jezus zelf bad. En is volgens mij nooit in vervulling gegaan eigenlijk. Als er een meningsverschil is, dan hebben we de pop aan het dansen.
Dan zeggen we, nee, hier ben ik het niet mee eens. Oh, bla 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 bla. Oeh, God is een heilige God, hoe kan je zo praten? Huh? Ah, hij komt wel terug, kijk maar naar de verloren zoon. Maar de verloren zoon gaat niet over de verloren zoon. Hij gaat over de liefde van God. God staat altijd klaar. Ik durf mijn hand in het vuur te steken, bij wijze van, als er een IS-strijder is. Die tot geloof komt, is hij net zo behouden en gered. Zijn de consequenties wat hij heeft gedaan in dit leven? Ja, helaas wel. Of helaas wel, hè? Ja, die zijn er. Maar hij is wel gered. God wil niet dat een mens verloren gaat. God weet dat een hond niet zomaar vals geboren wordt, maar trap hem één keer te veel en hij is vals. Zo werkt het ook bij ons mensen. Ik heb een keer een IS-jongen mogen ontmoeten. Die was al wel bekeerd. Had het heel zwaar. Hij was zichzelf nog wel hard aan veroordelen omdat hij verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Toen was ik een keer met hem aan het praten en kwam hem tegen op een conferentie en we waren aan het praten. En op een gegeven moment bad ik voor hem. Hij had in die, met schieten of iets, ik weet niet meer wat, maar had hij zijn vingerpijn en die kon niet meer helemaal recht. En we waren aan bidden en God genas het. Ik zag het gewoon, gewoon gebeuren. Toen ik zei, gewoon heel simpel, genees in de naam van Jezus. Wow, dacht ik. Was zelf natuurlijk versteld. Ik heb daar wel geloof voor, maar ja, hoe vaak, ja, gebeurt het helaas niet. Maar het gebeurde, ik zag het. En die avond ga ik weg en hij zag me. En toen kwam het. Hij zei tegen mij, Edward, als ik jou niet was tegengekomen, was ik naar huis gegaan. Ik was boos. Ik zei, waarom dan? Ja, ik heb steeds stemmen. Wat ik heb gedaan, dat ik er niet waar ben om christ te worden. Dat ik niet vergeven ben. En je bad voor mij en ik was genezen. Wow, en ik was zo blij, hè. Het zette me aan denken. Ik dacht, ja, weet je, als wij wonderen en tekenen willen zien, dan moeten we naar plekken gaan waar wonderen en tekenen nodig zijn. God wist dat deze jongen aangeraakt moest worden. Dat deze jongen naar huis zou gaan. Dat hij weer gepest werd door zijn vorig leven. En God genas hem. Amen. Maar ook omdat ik wou uitstappen. Daarom, God heeft soldaten nodig. Hij heeft een plan al. Wij staan namelijk niet aan de verliezende kant, aan de winnende kant. Maar dan moeten we wel onze posities innemen. Ik wil een stukje voorlezen uit Efeziërs 6. Vanaf vers 10 tot en met 16. Daar staat het volgende. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden. Op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Woord van God. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Stand houden, vooral het schild. En dat vind ik heel interessant. Alles is belangrijk. Ik kan me voorstellen, hè? Zo'n soldaat heeft zijn helm op, beschermt zijn gedachtes. Onze gedachtes moeten beschermd worden. Daarom zegt de Bijbel ook in Romeinen 12 vers 2, vernieuw je denken. Ja, hoe bedoelt u dan, Heer? Daarom is de Bijbel zo mooi. Het wilt je vormen, het wilt je louteren, het wilt je trainen en alles is toepasbaar. En soms lukt het niet. En dan schreeuwen we het uit, hé, waarom lukt het niet? En een poosje later, als we terugkijken, zien we ineens dat het niet uitschreeuwen naar God was. Maar dat God uitschreeuwde naar jou, zodat je het eindelijk een keer zou zien dat je het kon toegeven. Want dan begint het, hè. Wanneer je kan toegeven, dan is hij die klei aan het bouwen. Dan zegt hij, oké, je ziet dus dat er hier een fout zit. Mag ik het weghalen? Hij vraagt het, hoor. Als je niet wil, nou ja, dan niet. Maar hij vraagt het niet voor niks. Oké, doe maar. Maar dat doet pijn. Want dan wordt die klei weer, hè. Het ziet er niet uit. Het wordt weer opnieuw gebouwd. Maar beter, mooier, sterker. Maar soms moet je, de pus moet eruit. En dan staat er de schild. Waarom? Je hart moet beschermd worden. De Bijbel leert ons. Bewaak over je hart. Laat er geen wrok komen. Daarom is liefde zo belangrijk.
Daarom is kijken met de ogen van Jezus zo belangrijk. Daarom leert Jezus ons, ik sta niet tegenover de mens. Nee, ik sta naast de mens. Ik wil hem begeleiden. Niet naar hem wijzen, maar wijzen welke kant hij op mag wandelen. Het zwaard, een tweesnijdig zwaard. In die tijd bestond er nog geen bezoekaal van Mitrieur. Ik denk, ze schrijven wel eens nieuwe vertalingen. Maar voor mij mag er nu een machinegeweer staan. Het woord van God. Da-da-da-da-da-da-da. Oh, sterkste wapen. En in die tijd was dat een tweesnijdig zwaard. Het wapen van God, de woorden van God, komen niet ledig terug. Ze veranderen je. Alleen als je het toelaat. Met heel je hart, met heel je ziel, zeg het woord. Dien de Heer. Met alles wat je hebt. Hoor, o Israël, de Heer, uw God is één God. En daar is ook een mooi liedje van. Halleluja. En heb de Heer. Ja. Geweldig. En dat geldt nog steeds. Alleen het is vervuld door Jezus. We hebben allemaal Jezus nodig. Wanneer we het Oude Testament lezen, zonder dat we Jezus kennen, dan denken we het is een God van woede. Maar wanneer we Jezus kennen, dan zien we de pijn van God. Wat hij allemaal moest gaan doen. Naar zijn liefdesplan. Om het uiteindelijk weer goed te maken. Het was een heftig offer die God voor ogen had. Want Jezus ging niet meteen naar de hemel. Hè? Hij ging 3 dagen naar de hel. Om daar ook het goede nieuws te verkondigen. Zeg het woord. Oh, Jezus is naar de hel gegaan. Om die mensen ook allemaal het evangelie, het goede nieuws te vertellen. Om te vertellen waarvoor hij kwam. Zodat iedereen gered werd. Het woord van God is zo sterk. Het schild. Voordat ik daar verder over ga, lezen we een riem. Maar die riem was heel praktisch. Het houdt alles op zijn plek. De schoenen, zodat je op de plekken gaat waar je moet komen. Ik kan wel leuk zeggen, ik ga evangeliseren bij de HEMA. Maar wil God dat? Misschien wel. Misschien zegt God, nee, ga maar niet naar de HEMA. Ga maar onderweg. Je zal het vanzelf wel meemaken. Ik heb die dingen wel eens meegemaakt. Ik zei, hé, ik ga lekker evangeliseren. Ik fiets naar de IJssel. Maar ik fietste niet aan de IJssel voordat ik er wist. Was ik in de stad en ja hoor, geweldige getuigenis geworden. Weet je, dat is zo mooi, ons laten leiden door de Heilige Geest. Dus die gordel zorgt ervoor dat het op zijn plek blijft. Dat niets verschuift, geen millimeter. En het schild, bovendien de schild. Jezus beschermt ons. Als we de strijd ingaan zonder Jezus, zijn we sterk, we kennen het woord. Maar de duivel weet dat we zonder Jezus zijn, zonder onze advocaat. En die kan er alles aan doen dat wij vermoeid, uitgeput, uitgeblust, struikelen, in ons vlees, noem het maar op. Maar wanneer het te moeilijk is, dan leert de Bijbel ons, spreek niet zelf met de duivel. Maar schuil je achter die schil, schuil je achter Jezus, zodat de brandende pijlen van de boze niet het doel treffen. Hij weet dat zijn tijd er bijna op zit. Dat wist hij al toen een van de laatste profetieën inging, toch? De staat Israël. Vandaag de dag hoor ik mensen zeggen, ja, dat zeggen ze al zo lang dat Jezus spoedig terugkomt. Dat zeiden ze ook in de tijd van Hitler. Hallo, ken jij je woord niet? Ken jij de Bijbel niet? De Engelsen waren al lang bezig om Israël terug te geven. Al vanaf 1915 waren de Engelsen al bezig om Israël terug te geven in de bezette rijk van het Ottomaans Rijk. En de duivel wist dat. Oh jee. Een van de laatste eindprofetieën gaan in. Dus wat dacht hij? Ik zorg ervoor dat al die Joden vernietigd worden. Dan hebben ze niks aan Israël. Maar dat ging niet door. Dus ja, dit was wel iets wat bijbels te verklaren is, hoe erg en gruwelijk het ook is. En dat was niet God, maar dat was de duivel, die van gekkigheid niet wist wat hij moest doen. Hij wilde het Joods volk uitroeien. Wat overigens ook heel bijzonder is, over Pesach gesproken, Mozes leidde na 430 jaar... geen dag later, geen dag eerder, maar vaak ronden we het af op 400 jaar. De Israëlieten uit Egypte. Maar de Ottomaans Rijk, de laatste rijk die Israël heeft bezet, was 400 jaar. Totdat God het teruggaf. Dat is toch bizar? En toen Israël een staat weer werd, 2 dagen later was het Pinksteren. Huh? Hoe dan? En zo zijn er nog veel meer dingen die we teruglezen in de Bijbel. Dat we God gaan zien dat niks toeval is. Dat we lezen, wow, de Bijbel is geen symbolisch boek. Het is veel meer dan dat. Als je niet begrijpt, dan ga je het zo invullen. Noem het maar op. Maar het leeft, het woord leeft. En ik wil zo afronden, want ik zie dat ik al lekker bezig ben. En ik wil afronden
vanuit 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 7. En ik lees het uit de NBV. Vind ik een leuke Bijbelvertaling. 2 Korintiërs 5, vers 7. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. In een Engels vertaling vind ik het nog mooier. Staat: we live by faith, not by sight. Als je dit leest, denk je, ja, maar dit gaat nergens. We leven niet door emotie. Emotie is een keuze. Dat zien we ook in de sportwereld. Als iemand heel onsportief doet, vinden we helemaal eigenlijk niet leuk. Maar als jou dan iets overkomt gewoon in het leven, dan kan je ook heel onsportief zijn. En Jezus wil ons leren. Hij zegt zelfs: bid voor je vijand. Oh, dat is zo moeilijk. Maar hij wil dat wel. En ook al vind je het moeilijk, als je al bereid bent om dat toe te geven aan God en zegt: help me, heb je weer zo'n sleutel. Om meer op Jezus te lijken en om eraan te gaan werken. Want het belemmert je gebedsleven. De Bijbel zegt zelfs: als een man niet goed voor zijn vrouw zorgt, dan belemmert het zijn gebedsleven. Wow, daar word ik soms wel bang van, hè? Denk ik, oeh, laat mij extra liefst vandaag voor mijn schatje, heel. Mijn gebeden moeten wel uitkomen. Maar God wil dat we kiezen voor de emotie liefde. God wil iets vandaag ook aan jou vertellen, aan mij ook. Ik weet niet of jullie Danny Sill kennen, maar dat is een perfecte spreker die over dit thema ingaat. Keep your love on. Heeft hij een boek geschreven, een podcast. Hij heeft echt een zalving van God gekregen om uit te leggen over de liefde van God. En ik vond hem altijd een beetje saai spreken, maar sinds ik door heb dat hij die zalving heeft, luister ik heel anders ook naar hem. Dat ik de Heilige Geest er nu doorheen hoort. Niet meer zijn manier van spreken die ik saai vind. Nee, ik hoor de zalving van God er doorheen. Ik krijg op dit moment ook gewoon kippenvel. Want dat heeft God in mijn leven veranderd. Ik ga kijken zoals de Heilige Geest wil dat ik kijk naar mensen. Ik kijk niet meer van, nee, ik kijk: Heer, ik zie iets met mijn ogen wat niet kan kloppen. Want dit zijn niet de vruchten van de Heilige Geest. De karakter die hoort, wat ik voel, niet bij u. Dus hier wil ik niet naar luisteren. Het is een keuze. Het is een emotie die ik elimineer in de naam van Jezus. Dan zeg ik: lieve Heilige Geest, kunt u iets laten zien, een zalving van deze persoon? Wow, denk ik dan. Die heeft een gigantische zalving voor profiteren of et cetera. Maar dat kunnen we alleen als we kiezen voor liefde. En liefde is ook een keus. Liefde is een keus. Liefde doet soms pijn. Jezus koos om te sterven voor jou en mij. Het was een keuze. Hij kon van die kruis alsnog afgaan, hè? Hij kon gewoon ermee kappen. Zeggen: vader, dit is te veel, ik doe het niet. Maar hij koos ervoor om door te gaan. Toen hij niet meer kon, toen koos hij ervoor om in gebed te gaan. Vader, geef me kracht. Kan het niet. Dat mogen wij ook doen. We mogen alles doen wat Jezus ons heeft geleerd. Want als wij in de volheid van de Heilige Geest gaan leven, in de volheid van hoe het woord vlees werd, dan kunnen wij ook zeggen: het woord wordt vlees. Het woord wordt vlees. En in mijn geval, ik hoop ook in jullie geval, is dat in jouw gebed. Heer, laat ook ik dat uw woord vlees zichtbaar wordt in mijn leven. Dat ik meer op uw zoon mag lijken. Ik wil eindigen met het volgende ook een stukje om gewoon... Ik heb heel veel respect voor Robbie. Echt, ik heb heel veel respect. Want hij getuigt ineens over dat hij gedoopt is. Hij getuigt overal waar hij mag getuigen. In kranten, in de kickboxwereld, op een podcast. En ik hoorde laatst ook Marloes Koenen. Toen jij daar getuigde over God. Toen zei hij: ja, ik vind vechtsport ook spiritueel. Ineens krijgt hij een hele andere wending. En dan kan je merken dat Robbie niet even gelist is. Niet meteen van: zo is het. Zo heel strak. Maar hij ging mee. Hij, tenminste, zo kwam je echt bij mij over. Je voelde mee met Marloes Koenen. Maar je liet wel merken dat jouw bron Jezus is. En je liet haar nadenken. En ik vond het heel mooi. Dat is een kracht die mij heeft gelist hoor. Dat is een kracht die bij Robbie hoort. En deze trui heb ik gekregen van Robbie. En daar ben ik echt heel blij mee. Kijk, hij wordt dan gesponsord door Northside Sport. Die verkoopt goede producten. Hij zijn bijnaam, The Rabbit. Maar kijk eens, hiermee komt hij op, hè jongens. Wat er op de achterkant staat. Amen. Ja. En wanneer deze jongen zijn comeback maakt, ziet een heel stadion het licht schijnen van Jezus. Daar waar duisternis is, daar waar agressie is, komt zo'n jongen op. En die laat het licht schijnen van Jezus. En ik durf te wedden
dat mensen tot geloof gaan komen. Yes. Want hoe moeten zij anders horen? Romeinen 10. Het woord van God moet verkondigd worden. En dit is een proclamatie. Jesus is the name of the Lord. Dit doet die jongen. Deze jongen heeft zoveel bereik, zo'n groot netwerk. En daar heb ik heel veel respect voor. Want het kan ook zijn carrière kosten. Maar God is met hem, dat zie je in alles. Dit is niet dat het moet gezegd worden. Dit is omdat het gewoon gebeurt. Gewoon door de zalving van God. Doordat de Heilige Geest zo door Robbie heen werkt. En Robbie de juiste feeling voelt wanneer hij kan getuigen. Zonder geforceerd te worden. En dat vind ik zo mooi. Ik wil hier ook mee eindigen. In de preek zelf. Ik wil nog wel graag bidden voor jullie. En voor mezelf. Want ik voel die drang. En dan is, het, is dit klaar. Goed. Focus je niet op mij, maar focus je op Jezus alsjeblieft. Want aan hem komt alle lof en eer toe. Hij heeft het voorgedaan. Dank u Jezus. Heer Jezus, dank u wel voor vandaag. Dank u wel dat we met elkaar het woord mochten overdenken. Heer, dank u wel voor de geweldige aanbidding. Voor het geweldig voorwoord en getuigenis, Heer. Die mij ook weer keer op keer raakt door Robbie. Heer, dank u wel dat we hier welkom zijn, Heer. Heer, maar u liet zo mij vandaag op mijn hart merken dat we soldaten van u zijn. En dat we dat niet vanuit onze eigen kracht kunnen, maar alleen vanuit uw kracht, vanuit de Heilige Geest. En dat het alleen geboren kan worden, gezuiverd kan worden, gelauwd kan worden, als we leven als ambassadeurs van u. Hoe het woord het verkondigt, niet hoe wij het willen, niet humanistisch, niet in de verknipte liefde, maar in die agape liefde. De agape die Jezus Christus liet zien op aarde. Doordat hij uw stem, oren, selfie was, Vader God, door de Heilige Geest. En zo bid ik ook, mogen wij alle de wapenuitrusting aandoen. Heer, mogen we de helm maar opdoen, zodat onze gedachten beschermd worden. Mogen we de harnas aandoen, zodat ons hart beschermd wordt. Mogen we de schoenen aandoen, dat we alleen maar op de plekken komen waar u het wilt. Misschien om het woord te verkondigen. Misschien om dienstbaar te zijn. Misschien om gewoon een luisterend oor te zijn, of om er te zijn bij de eenzame Heer. U weet het, maar dat we alleen op de plekken komen waar u het wilt, Heer. Heer, en zo bidden we ook voor het zwaard, dat we mogen spreken zoals kinderen van u horen te spreken. Vol van uw woord, van uw liefde. En Heer, het scheelt, Heer, dat we altijd mogen schuilen bij uw lieve Jezus. Nooit vanuit onszelf meer hoeven te werken, maar vanuit uw rust, vanuit uw volbrachte werk. En Heer, mogen ook de riem omdoen, dat niets zal wijken, zal verplaatsen, zal schuiven, maar op de plek blijft zitten zoals u het hebt bedoeld voor ons allen. En daar waar het misschien stroef gaat, Heer, mogen we opnieuw gevuld worden door u, lieve Heilige Geest. Want u bent ook een olie, een zalving. En ik bid voor ieder, daar waar het misschien stroef gaat of roestes komen zitten, dat het opnieuw geolied, ingeolied mag worden. Dat het weer soepel mag gaan. Dat we weer helemaal vuur en vlam zijn, Heer Jezus. In onze roepingen staan, naar onze bestemming gaan wandelen, van glorie naar glorie. En Heer, waar ook deukjes zijn, wilt u het uitdeuken, omdat we strijders zijn. En misschien hebben bepaalde uitrustingen even weer reparatie nodig, Heer. Wilt u komen met uw rust? Wilt u de hele week en in ons leven aanwezig zijn? En wilt u ook de napreker zijn van dit woord? Wat goed is, wilt u de napreker zijn. En wat niet goed is, Heer, wilt u het ook ons laten vergeten. Zodat het alleen maar uw eer is, Heer. Dank u wel, Jezus. Amen.